Nou, Leen, we staan hier in jouw bus. Ik zie Fietsnet op je jas staan. Wat is dit? Nou, Fietsnet is een organisatie die landelijk opereert. Okay. En ik ben een van de ondernemers aangesloten bij Fietsnet. Ja. En we hebben een mobiele werkplaats waarmee we de klanten ontzorgen door de fiets te repareren en te onderhouden bij hun thuis of op het werk. Ja, dat is heel makkelijk en dat is ook comfortabel, want ik moet zeggen, je hebt het net gedaan met mijn fiets. Hè? Ja, klopt. Je hebt onder andere, wat heb je gedaan eraan? Nou, de bouwhoofd zat wel speling op. Ja? Dat zijn de laagjes bij het stuur, zeg maar. Bij het stuur, ja. De remblokjes zijn vervangen. Remblokken vervangen. Batterijen verwisseld van de voor- en achterlicht. Ja. We hebben de ketting gesmeerd. Mooi. We hebben de slijtage gecontroleerd van de ketting. We hebben ook nog eens een keer gekeken of die goed afgesteld was. Oké. Dus dat is fijn. Ja. Fijn, ja. Nou, dan weten jullie dat ook gelijk. Hoe ben je ertoe zo gekomen, Leen, om dit te gaan doen? Om een mobiele fietsenzaak te hebben? Nou, een fietsenreparatiewerkplaats. Fietsen heb ik altijd leuk gevonden. Ja? En, ik ook trouwens. Fietsen repareren deed ik veel zelf. Oké. En ja, toen had ik eens een keer gezien op een beurs dat Fietsnet bestond. En hoe dat in elkaar zat. Ik had er ook nog eens over gelezen daarna. Ja. En op een gegeven moment kwam een moment dat ik eigenlijk op zoek was wat ik verder wou gaan doen. Ja. En toen heb ik Fietsnet benaderd. En toen is dit het geworden. En toen is dit het geworden. Mooi man. Hey, en in welke regio opereer jij? Ik opereer in de regio Rotterdam-Zuid. Ja. Voorne-Putten. Voorne-Putten. Hoeksewaard. Hoeksewaard. Drechtsteden. Drechtsteden. En in het uiterste geval ga ik tot Hardingsveld-Giessendam. Hardingsveld-Giessendam, dus ook nog een stukje Alblasserwaard. Ja. Nou, mooi. Dus dan heb je een heel mooi verzorgingsgebied. Dus als u uw fiets wil laten repareren, dat kan bij Leen Haring van Fietsnet. En je website, dat is? www.fietsnet-obl.nl. Ja, nou, we zullen het in de video erbij zetten. Dus www.fietsnet met een D-streepje, zwevend streepje, obl.nl. Bedankt voor het kijken. Lekker fietsen!